Allereerst heel leuk om jullie allemaal hier te zien. Veel ken ik nog niet, maar zal vast nog wel veranderen. En ten tweede, eigenlijk is het ook wel ergens een beetje jammer dat we hier zijn. Dan, dat we dit nodig hebben, dat we het praatje nodig hebben over anticapitalisten, is eigenlijk heel erg raar, want het zou zo logisch moeten zijn. Het is net als het klimaatprobleem. Het is zo logisch en zo makkelijk op te lossen dat het heel raar is dat ik er nog steeds actie voor moet voeren en voor moet staken. Het is gewoon, ga het gewoon oplossen, maar dat gebeurt niet, dus daar zijn wij voor nodig. Wat ook wel weer leuk is, want ik ben nu steeds meer gaan actie voeren en het geeft heel veel energie. Ik weet niet hoeveel echte activisten hierin zitten of hoe vaak je al hier bent geweest. Maar het feit dat je hier bent, betekent misschien al wel dat jullie weten hoeveel energie het geeft om in elk geval samen voor iets te staan. Want waar dit voor staat, nou ja, tegen het kapitalisme en klimaatverandering, dat is, het is zo groot en zo abstract. Dat is heel lastig om zomaar te bestrijden. Want ik zit ook op school en op school, als je vindt dat een docent oneerlijk is, ja, dan ga je naar de directeur. Hoewel, mijn directeur is een beetje eng, maar dan ga je naar de directeur met je klasgenoot en dan zeg je, meneer, dit vind ik niet goed. En dan kan je erover praten, maar over klimaatverandering of het kapitalisme of zo'n groot probleem, je kan niet zomaar één persoon aanwijzen. En dat is lastig, maar dat maakt het ook een uitdaging om het dan toch te doen. En daarvoor hebben we dus, dat betekent dus ook dat we er wel gedwongen zijn om samen te werken, wat eigenlijk heel gezellig is. Want als ik op acties ben, dan denk ik, hey, al die mensen vinden gewoon hetzelfde als ik. Het is heel fijn om met z'n allen voor een ding te staan. En het geeft energie en ik weet niet of het goed gaat komen. Want het kan best dat het misschien al te laat is voor het klimaat. En dat, ja, op de weg die we nu zijn ingeslagen, dat het misschien niet meer goed komt. Maar dan, dat geeft in elk geval dat je alsnog weet dat ik heb er wat voor gedaan. Ik heb er mijn best voor gedaan. En als je dat altijd in je achterhoofd houdt, dat geeft zoveel energie. Dat is zo mooi om te zien. En mij wordt alles verteld dat mijn hersenen nog niet volgroeid zijn. Ja, het deel wat vooruit kan denken, kan plannen en de gevolgen kan inzien van mijn eigen daden. Dat zou ik dus helemaal niet hebben, ik ben 14. Maar als ik kijk naar het klimaatbeleid van nu en de klimaatontkennende, het gedrag van grote bedrijven en de politie, dan denk ik, ja, mijn hersenen niet, maar die van jullie wel. Dus ik hoop dat jullie soms, als je op straat iets ziet wat je verontrust, of op het nieuws weer een deprimerend feit van een grote partij of zo, dat je dan ook blijft denken aan dit soort momenten. Want alle mensen die hier zijn, die geloven blijkbaar wel dat iets kan veranderen. En ik hoop dat jullie dat blijven onthouden en blijven komen en je inzetten hiervoor. Dank jullie wel.